Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. De macrocijfers gaven de broodnodige steun aan de markt die aanvankelijk nog lager opende. Gaandeweg de sessie trokken de koersen weer aan en wisten de indices iets hoger de dag af te sluiten. Beleggers raken steeds meer in de ban van de verkiezingen die over enkele weken het land volledig op zijn kop zullen zetten. Het uitblijven van een nieuw pakket aan steunmaatregelen wordt eveneens als een belangrijke trigger gezien voor een mogelijke correctie. De Democraten zeggen ondertussen hard te werken aan een fonds met 2,4 biljoen aan steunmaatregelen. In Azië vielen de Chinese markten wat terug en kon Down Under de index met 1,3% aantrekken. Vooral de banken lagen daar sterk na een versoepeling van regelgeving om consumentenkrediet te geven. De Nikkei en Kospi-index sloten een half procentje hoger. En dat geldt ook voor de futures in Amsterdam. Een half procent hogere opening is de indicatie op dit moment. Koninklijke Olie wil zich terugtrekken uit de olie-exploratie en exploitatie in Noord-Alaska en hoopt de huidige boorrechten te kunnen verkopen. Deze lopen overigens nog maar tot 2022. Zoals werd verwacht is filgotinib in Japan goedgekeurd als medicijn voor de behandeling van reumatoïde artritis. Basic Fit was gisteren de gebeten hond naar strengere regelgeving in Frankrijk. Ook in Nederland is een nieuwe lockdown op fitnessclubs nog steeds mogelijk. Op de agenda vandaag orders duurzame goederen VS, redelijk lege agenda dus. En Credit Suisse verlaagt koers door KLM Air France naar 220, advies blijft verkopen. Berenberg geeft een houden advies op Adyen, koers door 1260. En Morgan Stanley zet Aegon op kopen met een koersdoel van 280. Morgan Stanley zet tenslotte ThyssenKrupp op verkopen met een koersdoel van €5,40. Maandag is er weer een markets update van BNP Paribas.